nieuwe video. Vandaag heb ik mijn opgemerkte beauty producten. Ik vertel eigenlijk welke producten ik en mijn dochter en mijn vriend wij hebben opgemerkt. Ik vertel je ook gelijk wat ik ervan vind of wij ervan vinden. Van sommige producten heb ik een review geschreven. Die staan op pinkit.nl, maar ik zal de link allemaal even in de beschrijving. Het eerste product wat ik hier heb is van Planeta Organica en dat is de Natural Body Scrub in de geur bubblegum en lychee. En ik heb hier al zoveel verpakkingen van opgemerkt, omdat dit qua geur heel zoet is. En ik noem dit altijd eigenlijk een zusje van Le Snow Fairy. Het lijkt er niet helemaal 100% op, maar het is net zo zoet en een stuk goedkoper. Dus ja, ik heb hiervan nog 2 verpakkingen staan. En zodra die leeg zijn, koop ik hem natuurlijk weer opnieuw. Het merk Ziaya heb ik een tijdje geleden een pakket ontvangen van de Baltic Home Spa lijn. En dit is de Fit Mango Shower Gel en Shampoo 3-in-1 Face, Body en Hair Flacon. Ik kan je nu vertellen, ik heb dit alleen maar gebruikt voor mijn lichaam. Want zulke producten vind ik niet werken voor mijn haar. Vind ik niet fijn. Wordt het vaak wat droger. Dus ik probeer het niet eens. Het zal wel kunnen, maar ja, niet gedaan. En vooral niet voor mijn gezicht. Dus, maar als douchegel, super lekkere geur. Het deed me een beetje denken aan zomer. Aan een Solero ijsje. Dat komt door de mango natuurlijk. En ja, op zich prima product. Geen idee of ik hem nog opnieuw koop, want ik heb heel veel douchegel staan. Maar misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Tijdens onze vakantie heeft mijn dochter bij haar oma haircare gezien van de Action in deze rode flacons. En dit is de Wonder Serum Spray en dit is de Hair Serum. En dat had ze gezien bij de oma, heeft ze gebruikt. En ze was eigenlijk gelijk al dat ze, oh wat fijn. Ze dacht, oh, nou weet je wel, bij de Action, dus ik neem gelijk meerdere flacons mee. Deze heeft ze wel opgemaakt, vond ze niet zo. En van de Hair Serum, deze olie, heeft ze er nu al meerdere opgemaakt. En nog een paar staan volgens mij. Of ze is met de laatste bezig, dat ik het binnenkort weer moet halen. Maar ja, de Action is niet open en Click or Collect vind ik zelf niet zo fijn. Dus dan moet ze maar heel even geduld hebben. Van de Body Shop is er ook een douchegel opgemaakt of een shower cream uit de Vanilla Pumpkin lijn. Deze ruikt super lekker, komt elk jaar rond Halloween online op de site en in de winkels. Is nog steeds te koop. En ja, ik hou van deze geur. Dit is zo'n lekkere geur. Normaal zou ik dus meerdere flacons al kopen van deze. Ik heb nog een body butter staan en nog wat dingetjes. Maar omdat ik dus zoveel douchegel heb en nog wat de andere dingen onderweg zijn, sla ik dit jaar heel even over. Maar dit is echt een geweldige geur. Dan heb ik nog een douchegel opgemaakt van Lush. Dit is Prince Charming. Ruikt gewoon super lekker. Het komt volgens mij uit de Valentijns collectie. Als ik het goed heb. Heb ik al een paar keer eerder gekocht. Prima product. Maar koop ik ook voorlopig even niet opnieuw. Van Kruidvat is er een micellair water opgemaakt. Dit is eigenlijk een heel basic micellair water. Het doet prima zijn werk. Koop ik voor sterren, voor mijn dochter. Maar heel af en toe als ik mijn producten op zijn. Of nog geen nieuwe neer heb gezet. Of gewoon voor de zoveelste keer make-up eraf gehaald, omdat ik een look heb gemaakt, gebruik ik deze ook wel eens. Staat alleen nieuw van op de badkamer. Dan een hele grote verpakking. Dit is van Natura Siberica. Als ik het goed uitspreek. De Ten Icy Berries Modeling Body Scrub. Ook een body scrub. En ik weet niet of ik het kan laten zien. Het zit nog een beetje in. Een heel klein beetje. Maar ik doe hem weg, want ik vind dit echt een heerlijk product. Er bovenop staat een soort pitta of iets. Ik weet niet precies wat het was. Berries volgens mij. En die spoelde niet zo fijn weg op de badkamer. Maar als ik deze had gebruikt, dan was de badkamervloer ook helemaal rood. En dat is niet altijd even handig. Van die als je de badkamer net een uur lang hebt schoongemaakt. Ja, prima product. Ruikt lekker, doet zijn werk. Maar omdat het zo steent, de vloer en die berries, die spoelen ook niet lekker makkelijk weg in het doucheputje. Ga ik deze niet opnieuw kopen. Nivea is er een deodorant of een antitranspirant opgegaan. De Deo Beauty Elixir. Deo Milks voor de sensitive. Je hebt er meerdere. Deze koop ik altijd in bulk. Want ik gebruik hem en Sterren, mijn dochter ook. Die gaat dan in de sporttas, in de handtas, schooltas. Ik heb hem in de handtas. Daarboven staat hij op het plankje. Dus ja, weet je. Overal is wel een deodorant te vinden. Ik heb er maar 1 in het mandje gedaan, maar er zijn er meerdere opgemaakt. Maar dat vind ik een beetje, ja, je hoeft er niet meerdere flessen in te doen.
Prima Deo werkt voor ons heel goed. Ik heb 2 cleansing balms opgemaakt. Dit gebruik ik heel graag om mijn gezicht te reinigen. Deze van Manila Co. Is een grote verpakking. Is een Koreaans huidverzorgingsmerk, als ik het goed heb. Ja, dat heb ik wel goed. Dit is de Clean It Zero. Heb je in verschillende varianten. Ik heb de roze. Dit is de original. Grote pot van opgemaakt. Ik heb nog 2 of 3 kleinere varianten staan. Dus die ga ik ook gebruiken. En van Diego Dalla Palma. De Struccato Detox Makeup Cleansing Butter. Wat een naam is soms. Deze heb ik uitgeprobeerd voor een review. Prima product. Maar als ik dan moet kiezen, dan kies ik die van Manila Co. Die vind ik toch net wat fijner. Dus deze zal ik niet snel opnieuw kopen. Was wel gewoon prima om te gebruiken en zo. Maar mijn voorkeur gaat naar Manila Co. Heb ik 2 producten opgemaakt. De Total Cleansing Oil. Ik kan het nooit zo goed uitspreken. En de Soothing Toning Lotion. Deze staat al opnieuw in de badkamer, de olie. De reinigingsolie en de toner nog niet. Omdat ik andere producten aan het opmaken ben. Maar deze ga ik wel opnieuw kopen. Omdat niet alleen ik dit graag gebruik, maar ook mijn dochter. Dan het ene laatste product is van Issy Paris XL. De Time 4-in-1 Lotion. Softening, refreshing, hydrating en smoothing. Ook een prima product. Ik vind sowieso dat Issy Paris XL zelf, die heeft een hele huidverzorgingslijn van het huismerk. Dat zijn prima betaalbare producten. En dit was ook gewoon een fijn product. Het is van Bed & Body Works. 1000 Wishes Fine Fragrance Mist. Ruikt lekker. Maar als body mist was ik eigenlijk heel snel klaar met de geur. Dat heb ik nogal snel bij dit soort producten. En heb ik hem eigenlijk gebruikt als roomspray op de slaapkamer. Ruikt lekker, maar de geur vervliegt best wel snel. Ik heb nog 1 of 2 flacons in andere geuren staan. Die maak ik eerst op. Ik weet niet of ik dit heel snel opnieuw koop. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze geur in de grote geurkaars met 3 lonten lekkerder vind. Dus ja, zou ik niet zo snel opnieuw kopen. Dit waren alweer mijn beauty opgemaakt producten. Het viel dit keer eigenlijk best wel mee. Ik ga het mandje weer boven zetten zodat we hem weer kunnen vullen voor volgende maand. Laat even hieronder weten of jij een van deze producten graag gebruikt of juist niet. En wat jij zoal deze maand hebt opgemaakt. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doeg allemaal!